Hallo. Dadel. De koffer. Die ga ik... Hey, voorzichtig voor mijn gros. Dankjewel. Je ziet er prachtig uit. Ja, ik heb er verschrikkelijk veel werk. Ja, hé. Hey. Dat is de keuken, hè? Dat is de keuken. Ja, die wil ik... Waar je Frans-Jaak zoveel van voelt. Ja. Hier gebeurt het allemaal. Ja, hier hebben we alles altijd verzonnen. Er kwamen alle schrijvers die kwamen hier. Met bloknoten. Ach. En lekker veel eten, lekker veel wijn. Je woont hier trouwens hartstikke leuk, hè? Je kent het huis niet. Ja, nee. Ik ben hier de hele tijd. Die keuken die kende ik nog niet. Ik ken alleen je huiskamer. Mm-hmm. Zullen we daar nou. Dat wil ik wel weer zien, dat is een tijd geleden. Goed. We gaan naar boven. Gaan we naar boven? Ja, zal ik voorlopen? Ja, gaan we boven. Oké. Dan zet ik hem hier neer. Maak open. Gaan we doen. Adèle, hoe gaat het nou met jou? Hoe gaat het goed met je? Dat is een hele rare indirecte vraag. Jawel. Ja. Nou, want ik heb je een hele tijd niet meer gezien, dus daarom vraag ik dat. Van, we weten allemaal, ja, je... Ja, iedereen weet, ik heb twee broers gehad en daar ben ik van hersteld, mag ik hopen. En mijn energieniveau is niet helemaal meer wat het geweest is, maar ik voel me goed. Ja? Ja. Ik begin met het eerste voorwerp uit de koffer en dat is een foto van deze meneer. Ach, God. Ach, Eli. Ach, Jezus, ja. Oh, die lieve. Eli Asser. En die staat in verband, als ik deze man er ook nog even bij zet. Wie is dat in godsnaam? Oh, God, nee, ik zie het, Harry. Harry? Ja. Wanink? Ja, Harry. Ik heb hem een stuk boller gekend. Je hebt werk van hun gezongen en gespeeld? Ja, Citroentje met suiker. En daarvoor Schapen te vijf poten. En daarna iets wat we allemaal heel erg leuk vonden, maar wat niet aansloeg bij het grote publiek. En dat was Durmazon. Oh ja. En het was niet een plat Amsterdams en vonden mensen helemaal niks. Nee. En het was enig. Ja. Ja. En dat Schaap, dat is een legendarische serie. Ja. Iedereen praat er nog over, weet het nog. Ik heb een fragment. De nachten zijn te kort. Ach ja. Ach ja. Komt-ie. De nachten zijn te kort voor hun die van de zonde moeten leven. Zodra het daglicht wordt, is het uit met hun duistere bestaan. Slechts in de winternacht wordt de misdaad wat langer bedreven. Maar flux breekt het voorjaar weer aan en dan... Zijn de nachten weer te kort voor hun die van de zonde moeten leven? Dat is de ellende van het gangsterdom, die eeuwige jacht om de poen. Want voor ik denk dat het mijn favoriet is, voor van mezelf dan, hè? Ja. En daar moet je het dan maar mee. Dat is heel goed gekozen. De nachten zijn te kort voor hun die van de zonde moeten leven. Zodra het daglicht wordt, is het uit met hun duistere bestaan. Slechts in de winternacht wordt de misdaad wat langer bedreven. Maar flux breekt het voorjaar weer aan en dan zijn de nachten weer te kort voor hun die van de zonde moeten leven. Zo. Dat is heel leuk. Het was ook wel heel leuk om te doen, ook heel makkelijk om te doen. Het was geen opgave echt. Nee? Maar dat mocht ook wel, want we hebben er verschrikkelijk weinig mee verdiend. Is dat zo? Ja, kind. Echt schandalig, schandalig. Ja, dat was vroeger met de publieke omroepen. Het ging volgens tabellen. Oh? Ja. Dus daar werd je niet rijk van? Daar werd je niet rijk van, nee. Gods. We hebben wel ontzagwekkend gelachen, dat wel, maar we zijn er niet rijk van geworden. Nee. Hé, we gaan naar een ander iets. Ik ga jou wat voorlezen. Nou, ik ga je eerst een foto laten zien van deze meneer. Ah, ja, die heb ik ook.
Die heb je ook? Ja. Van Rob. Rob Tauber? Nou, die heeft me alles geleerd, eigenlijk wel. En geduwd ook echt. Die zei, je moet op een gegeven moment, je moet gaan zingen. Ik zeg, goed, het gaat niet met een actrice, ik kan helemaal niet zingen, ben je gek? Dus ja, eentje. En zo langzamerhand kwam je steeds met meer materiaal. En we wisselden ook uit, hè. Dan zei hij, ik wil dat je iets dramatisch zingt, iets moois. Gedicht van Elschot, dat laten we op muziek zetten door Rue Bos. En dan, ik zei, ah, joh, nee, joh, dat moet je niet doen, dat kan ik niet. Dan zei hij, ja, jawel. En dan zei ik, nou, oké, weet je wat? Als ik dan een nummer krijg met 7 windhonden. En dan zei hij, waarom? Ik zei, nee, wat een vraag. Dat is toch enig? Ik zei, ja, maar wat zing je dan? Ik zei, nou, iets met een Duits accent. En dat kreeg ik dan. En zo hadden we een klein beetje deal altijd. Aha, kijk. Deze plaat. Oh ja, ja, ik herinner me wel, ja. Uit het rijke leven van Adèle Bloemendaal. Op die plaat, daar staat ook een stuk over jou, geschreven door onze volksschrijver Gerard Reven. En daar wil ik eigenlijk een stukje van voorlezen. Zoals Reven het waarschijnlijk gelezen zou hebben. Bestaan er nog sprookjes? In ieder geval is er het sprookje van Adèle Bloemendaal. Het verlegen inpakstertje dat voor 38 gulden in de week in een beschuitfabriek werkte en niet zingen en niet dansen kon, tot ze door de internationale filmregisseur Rob Tauber werd ontdekt en binnen enkele jaren met haar plaat de hoogste fonografische onderscheiding, de Edison, verwierf en daarmede op slag de eerste dame werd van het Nederlandse en internationale levenslied. En daarbij een leuke meid, een trouwe collega, een degelijke jonge moeder die niet drinkt, maar voor haar gezin leeft. Die nooit uitgaat, maar dolgraag kookt. Mogen haar talent en haar deugdzaamheid Adèle Bloemendaal tot zegen strekken. Gerard Reven. Geweldig. Ja, hij is zo leuk. Wat is hier nou van waar? Liegt toch, het is niet barst, joh. Liegt is niet barst. Natuurlijk wel. Ja. Oh, wat leuk. Ik had één ding in een show. Dus heel kort, hij heeft heel kort gedichtjes geschreven, ook, hè. En het was... God trekt zich af terwijl hij dacht aan mij. Da, wie verzint zoiets? Ja, prachtig. Mooi. Leuke man. Kijk nou toch wat ik bij me heb. Wie is dat? Nee, maar kijk wat die titel is. Achter rook om de schoorsteen. Henk van Gelder. Begripvol mens. Ja. Ja. Ja, en daarom heb ik dat meegenomen. Dat gaat over, over reclame, hè. Ik heb een reclamespotje bij me. Zullen we even naar kijken? Wie dat deed vroeger? Welke kan dat in godsnaam geweest zijn? Ja, nou. Ik zal je even verrassen. Ja, want... Is een ouwe. Mag ik mijn tankje vol benzine en een gratis extra kickzegel? Ik spaar nu voor die oplaadbare zaklamp. Ook nooit weg. Die racefiets die heb ik al. Wat een snoezige actie, hè? Die Gulf Extra Kick actie met al die gratis waardezegels en het boekje vol met geestige artikelen. Die verrekijker wil ik ook. En die rolschaatsen voor 4 extra kickzegels heb ik natuurlijk al lang. Nee, werkelijk hoor, een snoezige Gulf actie. Want dat verrukkelijke huisapotheekje en die leuke paraplu en die prachtige koffers. Je hebt dingen alleen voor het geld gedaan. Ja. Ja, vaak. Ja. Heel veel. Heel veel, ja. Ik zat er ook niet mee, gek. Nee. Nee. Er is ook niks mis. De schoorsteen moest roken. Ik heb er nog eentje. Die kent heel de wereld nog, hoor. Ja? Oh, god, die. Oh, ja, die. Oh. Hallo, mam. Ik word een ster. Een beetje laat, maar ze hebben me gevraagd voor een chocoladereep. Nee, niet als. Ik heb tekst. Zo'n verrukkelijke, luchtige, lichte chocoladereep. En ik zit in een bubbelbad. Een bubbelbad. Nee, daar zie je niks van. Het is veel te diep. Mam, hoe is Marilyn Monroe dan ooit begonnen? Of Mae West? Wat dacht je van Flipper? Bros, een bruisend chocolaatje. Daar moest ik auditie voor doen. In het Amstel Hotel. Voor Engelse mensen. En die wisten ook wie ik was. En ik was... Ik geloof 50. En ik kom daar toch tussen een soortje mooie meiden. En ik denk, nou...
Dat wordt niks. En ik had hem nodig. Want ik moest mijn affiche betalen voor mijn eerste show, hè, mijn eerste solo-show. Ik denk, ik heb geld nodig, verdomme. Dus ik heb die man heb ik apart genomen, die dat moest beoordelen. En gezegd, luister, je kan hem mooi krijgen, moet je mij niet hebben. Maar je kan hem ook zo krijgen, dat je erom moet lachen. Wat wil je? Op een gegeven moment, we schrijven eind jaren 70, begin jaren 80. En toen wou jij eens een keer echt wat anders, hè? Oh ja, je wil toen naar... Ja, toen kwam ik uit een productie en die was heel slecht. Die was heel goed gelopen, uiteraard. En dat is anderhalf seizoen gegaan, geloof ik, zelfs twee. En toen kreeg ik het volgende script. Heel slecht script in de bus. En toen dacht ik, nou is het afgelopen. Ik doe het niet meer. Ik lijk wel krankzinnig. Wat een troep, zeg. Ik ga mezelf bij elkaar zoeken wat ik mooi vind. En dan ga ik een programma van maken. En dan ga ik dat voor middelbare scholieren doen. Of het kan mij niet schelen. Wie me wil hebben, kan me krijgen. En dan ga ik zo mijn brood verdienen. Want hier word ik heel erg ongelukkig van. Dit ga ik niet langer doen. En het hoeft ook niet meer, want het kind was de deur uit. En ik was gewoon alleen. En dat is mijn eerste soloprogramma geworden. Adèle's Keus. Adèle's Keus. En het was een mooi programma. Waar ik nog steeds heel trots op ben. Ja. Ja, zeker. Het is allang weer afgelopen met de Praagse lente. En God bewaar me voor Chileense tegenargumenten. De knoet kan rood of zwart zijn, maar de knoet wil altijd slaan. De dictatuur maakt links en rechts dezelfde korte metten. Met ieder die zich tegen zijn dictaten durft verzetten. Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Wie waagt zich dan aan een protest? En wie blijft zich vergapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wanneer zo'n dictatuur hier in dit land ooit huis gaat houden, wie moet ik dan gaan vrezen en wie kan ik nog vertrouwen? En zegt het dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken? De protesteerders zullen die dan ook hun stem verheffen, de verontrusten zullen die dan ook het kwaad beseffen. Wat weet ik van degenen door wie ik omgeven ben? Wat weet ik van degene door wie ik omgeven ben? Wie staat dan juichend langs de kant? En wie grijpt naar een wapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. En dan, hoe zal het gaan met wie me lief zijn in die dagen? Zal mijn familie mij nog op visite durven vragen? Of liever maar niet thuis zijn als ik langskom onverwachts? Zullen mijn beste vrienden mij zo nodig wel verbergen? Of zullen ze me vragen zoveel niet van hen te vergen? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen 's nachts? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen 's nachts? Wie wordt dan van zijn bed gelicht en wie mag blijven slapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wat weet ik trouwens van mezelf, ik durf niet eens voorspellen. Of ik dan zelf bereid zou zijn om me te weer te stellen. Als daar gevangenisstraf op staat, vernedering en pijn. Zal ik dan kunnen zwijgen, als ik iets niet prijs wil geven? Zal ik dan kunnen sterven, als ik graag wil blijven leven?
Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Om niet laf te zijn? Wie zullen dan de jagers zijn en wie zijn dan de prooien? De bokken en de schapen, de levende en de dooien. Een mooi, mooi programma. Pam. Ja, en daar schreven niet de minste voor, hè. Kijk. Grote tekstschrijvers als Willem Wilmink. Willem, ja. En Hans, Hans. Ja. En Boersel. Ja, hij lacht. Hij lacht. Die schatten. Ja, ze zijn mooie schrijvers. In onze koffer van Hans, Hans Dorrestein, ja, heeft hij natuurlijk ook uitgebreid verteld over jou. En toen hebben we een fragment laten zien dat jij de vleeselijke woning zong. Oh ja. Oh ja. Ik ging altijd bij Hans met mijn rug tegen de verwarming zitten. En dan nam ik Sjaak mee. Sjaak Reuters. En die ging dan met Hans zitten praten. En ik mocht dan in Hans mappen zoeken. Mappen mocht ik zoeken. En daar haalde ik de juwelen haalde ik eruit. En een van de hoogtepunten uit dat programma, Adele's Keuze. Dat was een lied van deze man. Oh, Speenhof. In dat programma? Niet van een brief van een lelijk meisje. Nee, dat zat niet zat in. Erin. In het begin misschien, toen nog erin. Aan het zoeken waren. Het is een liedje namelijk uit 1968. Toen had je het al eens eerder gezongen. Ik had het namelijk gezongen en misschien hadden we even, omdat we niet voldoende hadden, hebben we het er in het begin heel even ingestopt om vulling te hebben. Want je moet, tenslotte moest je 2 uur moest je volmaken toen. Ja. Nou, iets minder. Dus kan zijn we die Speenhofje er even in hebben gezongen. Maar zoals het naar de hand is uitkomen te zien, gewoon toen het helemaal mooi en af was, zat hij niet meer in. Is dat zo? Nee, maar het is een mooi liedje hoor, het gaat niet om. Ja. Foto bij me. Nee, ik ga eerst wat. Ja, een foto van ons beide goede vriend en collega. Sjaak. Sjaak. Eminence Grieze. Geworden, hè? Ja. Als kind gekend, Eminence Grieze geworden. Mag ik die? Ja. Dankjewel.
Dat is een cadeautje. Sjaak heeft voor jou heeft veel met jou samengewerkt. Hij heeft diverse programma's, meerdere programma's met jou samen gemaakt. En hij heeft ook voor jou geschreven. Ja, hij heeft fantastisch geschreven. Ik herinner je de dikke dame nog? Hoe ging dat mens ook weer? Wat voor stem had dat mens ook weer? God, ja. Zo'n hele rare hoge stem. Ja! Dan hadden we in Afrika een negerstem. Dat was heel interessant. Hadden ze een soort wedstrijd. Wie dan de langste, ja. En dan hadden ze elk jaar een competitie. En wie dan de langste, ja, ze deden van alles, deden ze aan hoor. Goh, ze begonnen met een doosje schoensmeers, dat stond. En het eindigde met een leest, een volledige leest liet ze erin hangen. Om maar zo groot mogelijk te krijgen. Ja, dat was wat. En ja, daar heb ik nog foto's van. Zo'n vrouw was dat. Ja. Een troophelpje op en die sprak dan over een of andere negerstam. Was dat ook die show waar je die man speelde? Ja, dat was de man van haar. Ja. Dat was die oude viezerik. Ja. Dat vrouwtje, dat had die. Wat was dat, zei je weer? Tout avec la bouche, hè? Ja, die zwart is. Tout avec la bouche. Nou, die kon je aanzeggen alsof je een Harley Davidson aanstook. Dat was een smerige kerel. Een diplomaat. Ik heb een fragment bij me. Dat komt, dat is 6 jaar oud. Uit 1995. Wat zijn de godsnaam? Het is op tv geweest. Nou, jij was toen ook niet meer een van de jongsten. Maar we zullen straks zien hoe Adèle Bloemendaal zich de mannen van het lijf ramt. Wat is dat dan? Met de rap, Amsterdam Rap. Oh ja, dat was leuk. Ja, dat was leuk. Heeft Jaak geschreven ook, hè? Ja. Damrock, damrock, kin en spui. Twist en turn en word niet lui. De winkel rechts has goeie broodjes. A funky shop called Broodjes van Kootjes. Single, flowers, Koningsplein. Sniffing, snoring, sneezing fine. Amro Bank will cost you money. Yo man, yo, now ain't that funny? De Leidse straat is wel oké. But watch the cops there, GVD. You're not supposed to cycle there. But do you think, cause we don't care? It leads you to the Leidse Square, and there the night is hot. It's moving, grooving everywhere. It's my favorite spot. It'll move you, it'll groove you. Yeah, if you take your pizza in that funky place, La Lupa. Yum. Ja, ik wilde zo graag een rap doen. En we hadden het al een tijdje over iets doen met een iets, het stad uitleggen aan iemand op een bepaalde manier. Ja. Hè? Dus een route. En we wisten niet hoe. En toen kwamen we op die rap. Leuk. Hey, Adèle, de koffer is bijna leeg. Even kijken, wat heb ik. Ik heb natuurlijk nog foto's van Johnny en Rijk heb ik bij me. Ja. Heb je ook mee gewerkt? Heel veel. Ik heb een foto. En graag. Oh god. Natuurlijk heb ik Rijk, deze. Ben als kind, hè? Ik vind nog een jongetje eigenlijk. Deze man heb ik natuurlijk ook bij me. Ja. Donald. Ja, die moet ik tegenwoordig kaal scheren. Vindt hij mooi. Nu heeft hij een tondeus en dan komt hij 1 keer in de maand. En hangen zijn kop boven de gootsteen. En dan wordt hij kaal geschoren. Hij is een hele mooie schedel. En dat komt hij hier doen? Ja, dat moet ik doen. Dat kan ik niet zelf. Dat is een ritueel. En Donald is de... Jouw de vader van jou. Mijn zoon en de grootvader van mijn kleinkinderen. Dus daar gaan we altijd samen heen, zoveel mogelijk. Vinden zij ook leuk, hè? Oma from Hell en zwarte opa. Je hebt ook, ongetwijfeld, dat zei je net ook al, het boek der boeken van deze man. Alle. Alle? Alle, ja. Heinz Polsen. Ja. Dr. Anders P. Dr. Anders P. En jij hebt Dr. Anders P. gezongen. In een Rob Tauber show. En daar heb ik een fragment van. Meisjes van de Suikerfabriek. Ook. Die heb je ook gezongen. Ja. Maar ik heb een andere. Want dat mocht ik met een kleins van hem doen. Hè. Dat zijn de meisjes van de meisjes. En daarna was ik mijn stem kwijt. Een week lang. Ja? Ja. Helemaal weg. Oeh. Welke heb jij dan? De trojka. Ah ja. Leuk, hè? Oh, prachtig. Zullen we kijken? Ja, ja.
Omdat Roland de Groot had toen zo'n prachtig ding gemaakt, waardoor het net wolven leken. En het was gewoon van stukjes lap in de achtergrond ergens. En het werd door een touwtje heen en weer bewogen. En ze waren heel dreigend, net alsof er een stelletje wolven aankwamen. Dat is prachtig. Kijk maar. Ja, leuk. Heel mooi. De donkere gedaanten zijn bijzonder vluchterbeen. Men noemt hen doorgaans wolven en ze kijken vrij gemeen. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Nou, dat kan zeer nadelig wezen voor een jong gezin. Het is nog 100 verst naar ons, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed daarin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. Trojka hier, trojka daar, ja je ziet ze veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar, rij niet over het trottoir. De ijverige wolven hebben ons al ingehaald. Ik zie de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. En zonder op te varen overleg ik met mijn man. Wie moet eraan geloven, vraag ik hem toe, zeg het dan. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Ja, die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Die heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. De zonderlijke gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een ijselijke kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 88 versten over, wat zijn we heden blij. Daar klinkt weer dat gehuil dat ons hoofd meteen verscheurt. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 versten in Den Haag, daar woont een graaf. Trojka hier, trojka daar, ja je ziet ze veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar, ken je die van Moos en Zaar? Ik zit nog na te denken en mijn man stort nog een traan. Maar ziet, daar komen die verrekte wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel jammer, maar jij wordt geen virtuoos. Nog 52 versten, daar was laatst een meisje doos. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer of nog een prachtbelust. De doodkreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 versten in een blauw geruite kiel. Trojka hier, trojka daar, ja je ziet ze veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar, met een slavisch handgebaar. Mijn man en ik zijn over, dus we zingen een duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet hem afstaan aan die hongerige troep. Nog 22 versten hoepel de poep zat op de stoep. Ik zing nu heel wat lustiger, want ons komt nu in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik, dat is pech. Ja, Omsk, dat is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Trojka hier, trojka daar, ja, je ziet ze veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar, zijt geen niet van zes klaar. Trojka hier, trojka daar, ja, je ziet ze veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar.